Welkom in de vlog van Rampiare Hulas. En vandaag gaan wij kip in kasripo maken, oftewel kip in ketchup. En dat gaan we jullie allemaal laten zien hoe wij het maken. En we gaan ook als groente erbij snijbonen maken, hè mama? Snijbonen, ja. Laten we maar beginnen. Ik ga jullie even laten zien wat we nodig hebben. We hebben 1 ui nodig. We hebben 12 teentjes knoflook nodig. En laos. En snoeppaprikaatjes. En dit zijn dus eigenlijk voor de snijbonen, hè, mama? En doorheen zetten. Ja. En we hebben dus... voor de ketchup hebben wij black soy nodig. Wat is dit, mama? Welke saus? Welke... Zoute ketchup. Zoute ketchup. Dit is zoute ketchup. En we hebben... Sojasaus. Ketchup manis nodig. Dit zijn de ingrediënten. En gemalen laospoeder. Pimentballetjes, dat moeten we dadelijk even fijn stampen, mm-hmm. mama. En we hebben witte peper nodig. Knoflookpoeder. En 1,5 bouillon. Oh ja, en onze bouillon halen we bij de Lidl. Dat is het merk Kenia, kippenbouillon. Laten we maar beginnen. Ik ga nu alles even dun snijden en dan in de fijnmolen zetten, hè, mams? Ja, dus dan maar. Gaan we nu al beginnen. Het is vandaag woensdag, de week is doormidden. Ik pak even een mes. Een grote mes. Ja, hier heb ik een mes. Echt handig zo'n ding, zo'n apparaat. Want ik kan ze er niet heel in doen. Je moet ze altijd in blokjes snijden. En dan kan je alles fijn maken. Mama helpt me mee. Zo. Het is lekker weer vandaag, ma. Ja. Echt warm. 36 graden of zo? Ja, zoiets. Ja, dit kan er alvast in. Zo. En wat gaan jullie vandaag doen, lieve mensen? Week is doormidden. Misschien kloek, een borreltje pakken. Want het is super lekker weer. Ja. Papa zou dat ook doen, hè? Mm. Maar papa kan niet. Papa vond het niet fijn om in de warmte te drinken. Soms want je kan ziek worden. Ja, soms wel. Een lekker koude biertje en zo. Papa hield er wel van. Zo. Nu ga ik alles fijn malen. Zo. Elke keer branden mijn ogen steeds. Oh mijn god. Ik krijg weer traanogen. Nou, alles ga ik blenderen. Zo. Ik vind het zo fijn dat in één keer alles opblendt. En je hebt ook nog een rode eieren erin. Ook, ja, hoor. Rode ei hebben wij er ook bij gedaan. Voor de kleur, voor de smaak, ik weet niet, maakt niet uit. Voor de kleur, voor de smaak. Ja. Zo, alles is fijn gemalen. Ik haal dit er voorzichtig af. Kijk eens, lieve mensen, we hebben alles fijn gemalen. En nu gaan we beginnen met de kip, hè, mams? Ja, de kip. We gaan even de pan verhitten met olie. En dan kunnen we beginnen. Even alles goed doen. Zo. En nog tomatenpuree als we hebben. Oh ja, ik zal even pakken, mama. Tomatenpuree hebben we ook nodig. Mams, we hebben nog tomatenpuree. Kijk eens, ik zet het hier. Ja. Zet het weg. Zo. Hebben we daar genoeg aan, denk je? Ja, oké. Okay, anders pakken wij een nieuwe. Ja. Ja, papa hield ervan om tomatenpuree in zijn eten te zetten, toch, mams? Mm-hmm. Als we dat niet in huis hadden, dan hadden we een probleem. Moesten we meteen naar de winkel. Nee, je moet tomatenpuree. Je moet. Papa hield van in eten te zetten. Ik ga even mijn handen in alle eten. Ja, klopt. Ja, we gaan het maken met kippenpoten, met kipdrumsticks. Ja. Kijk, je mag zelf bepalen hoeveel je gaat gebruiken. Kijk, wij wonen met z'n vieren, dus 8 stukjes kip is wel genoeg voor ons. Ik denk 7 stukken. Oh, 7 stukken. Dat is zat. Ja, ligt eraan met hoeveel mensen je woont en hoeveel je eet. Dat bepaal je allemaal zelf. Nou, we hebben een grote pan. Zo. Dus voor die snijbonen. Ja, mama. En dit is de rest van de kip. En dit is voor de kip. Ja, heel veel. Ja, ik doe de camera een beetje naar voren, zodat jullie alles kunnen zien.
Ik pak even een goede lepel. In deze huis. Even kijken hoor. Waar is die goede lepel nou? Ja, in deze huis als je erin. Hier raak je alles kwijt. Jezus. Oh, wacht even. Heb je? Ik heb hem al. Ik heb hem gevonden. En dan bak je de uien goed goudbruin door en de knoflook. Niet al te veel roeren, je moet ook de uien laten bruin worden, laten bakken. Mama doet er nou de labels bij. Ja, voor de smaak, hè? Ja. Labels maakt je eten smaak. Altijd lekker. Ja. En mama, kantjoer is toch niet zo lekker in eten? Ja, maar die is ook heel lekker. Ja? Ik vind dat niet fijn, als ik dat in mijn mond krijg. En die stalenblad is ook heel lekker in vlees ook, hè? Ja, klopt. Er is twee soorten blaadjes. Laurierblad en stalenblad. Ja. Klopt, ja. Mama gaat nu een paar balletjes piment fijn stampen. Je moet ze eerst goed wassen, hè, mensen. Ik leer het niet af, ik blijf maar steeds roeren. Maar ja, ik moet het even laten bakken. Sorry mensen, ik moet toch slaan op de pan. Kijk, hoe lang ben ik aan het filmen? 6 minuten 44. Papa deed dat ook. Papa deed dat ook, ja. Omdat je hier altijd toch stukjes uien hebt en knoflook. Die blijft plakken. Dat blijft plakken, dus daarom sla ik op de pan. Ja. Nou, de uien zijn goudbruin gebakken. Nu gaat er de kip bij. De kippenpoten. En dat draai ik rustig om. Dan bak je goed door. Laat je kip goed gaar worden, lieve mensen. Anders krijg je salmonella en dat moeten we niet hebben. Nu doet mama 2 theelepels tomatenpuree erbij voor de smaak. Nou komen de pimentballetjes. Maar hoeveel heb je ongeveer gestampt? Stuk of 8. Stuk of 8 pimentballetjes. Ja, ruikt die smaak nu al, toch? Ja, het ruikt nu al lekker, klopt. Geurtje. Ik doe de camera een beetje dichterbij, want ik ben een beetje ver. Maar staat de camera nu goed? Ja. Nu zijn we goed op de camera. Doe maar boven. Ja. Het is echt een fijne pan. Je kan makkelijk roeren. Hij is te groot. Ja. 32 centimeter, toch? Oké, mama gaat er nu een goede scheutje ketchup manis bij doen. Zoute ketchup. En een goede scheutje zoute ketchup. Ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Je kan dit toch ook met 2 volle eetlepels ketchup manis en zoute ketchup. Gewoon volle eetlepels, net als dat wat we nu hebben. Gewoon daarin kan je het zetten en dan kan je het precies weten. Het ligt eraan hoe donker je het wil hebben, toch, ja, die mama? Kleur, die kleur moet je weten. Ook. Ja. Welke kleuren je wil witter hebben of bruine of licht van kleur. Ja. Dat kan je zelf bepalen. Mijn knop staat weer scheef. Ja, ik heb elke dag aan bed HDR. Hoe laat is het? Het is precies 3 uur. Wat gaan jullie vandaag klaarmaken? Ja. 1,5 kippenbouillon toch, mama? Ja, jongens, of met 2 mensen bezig. Ja, wat gaan jullie vandaag klaarmaken, lieve mensen? Ik ben benieuwd. Want ik vind het altijd leuk te lezen wat jullie hebben klaargemaakt. Mams, nog 1,5 of zal ik gewoon 2 zetten? Ja, oké, 1,5 kippenbouillon. In die zoute ketchup zit al genoeg zout, hè? Ja. Dus je moet even leggen. Anders maakt je eten te zoutig. En dat is niet goed. Dan krijg je hoge bloed, hè? Dat is niet gezond. Nou, de kip is nu al goed op kleur, hè, mama? Je kan eventueel nog een scheutje eraan toevoegen. Maar het hoeft niet per se. Toch, Mams? Ja.
bedoel je? Ja, ja, is genoeg mams. Nou, het ziet er nu al lekker uit. De vogels fluiten mooi buiten. Ze zijn ook blij dat het lekker weer is. Ja. Maar ik kan niet tegen de warmte. Ik was net naar de winkel gegaan. Ik kwam helemaal bezweet terug. We hebben de kip nu op een lager pitje gezet. Nu gaan we wachten tot alles goed door wordt gekookt. Goed wordt gebakken. En dan gaan we beginnen met de snijbonen. De snijbonen heb je zo gemaakt, hè mama? Ja. Je hebt dus 1 kippenbouillon nodig. Knoflookpoeder, witte peper of zo. Ja. Uien, knoflook. En snoep, paprikaatjes. De standaard dingen. Gewoon de standaard dingen wat we altijd laten zien. Ja. Jullie zullen het onderhand wel weten. Dus dat eigenlijk. Snijbonen maken. Doe een beetje olie in de pan. Niet te veel, hè? Oh, niet te veel. Zo. Ja, zo is dat. Zo is dat. En dan verhit je de pan. Laat je de olie heet worden. En dan gaan we de uien en de knoflook bakken. En dan doen we de ingrediënten eraan toevoegen. En op het laatste moet de paprika erbij, toch mama? Ja. Mama gaat het vandaag mij in mijn eentje laten doen. Want mama wil kijken of ik er toch wel wat van heb geleerd. Het gaat me sowieso lukken, want dit is makkelijk. Want snijbonen hoef je niet te lang te laten koken, toch mams? Heb je binnen 5 minuten of zo is het klaar? Oké, niet 5 minuten, laten we zeggen 8 minuten. Sorry, 10 minuten. Ik ga nu de uien en de knoflook bakken. Zo, dan bak je dus goudbruin zoals altijd bij die mensen. Zo. Ja, wij in Hindustanen, wij eten altijd heel veel knoflook en uien. Ja, dat is ook goed, toch? Ja, dat is gezond, dat is lekker. Dat maakt jouw eten lekkerder. Klopt. En zonder dat kan je niet eten klaarmaken. Nee. Dus je moet het hebben. Kijk, weet je wat ook lekkerder zou zijn? Als wij in de kip op Madame Jeanette zouden zetten, dan maak je het nog lekkerder. Mijn mama heeft een goede chutney. Ja, dus moet je een beetje zetten, want anders ga je branden. Vlammen. Ja. Het is echt fire. We hebben nog steeds aamke chutney. Mama had echt genoeg gemaakt. Nee, die aamke chutney is klaar. We hadden toch baren gemaakt. Oh, die is die dag opgegaan. Ja. Maar die was wel heel lekker, hè? Echt lekker. We hadden bijna een maand of zo. Ja, lekker ja. Helemaal. Richting een maand. Die was wel lang goed gebleven. Nou komen de snijbonen erbij. Oh, ik word gebeld. Ik moet even opnemen, lieve mensen. We hebben de snijbonen al eraan toegevoegd. We hebben 1 kippenbouillon nodig. En dan doe je een beetje knoflookpoeder erbij. Zwarte peper. En dan laat je het goed doorbakken. Zo, doe de kamer een beetje naar voren. Doe maar die kippenblok. 1 kippenblok hebben we nodig. Die moet ik helemaal fijn maken, want als je dat in je mond krijgt, dat is echt niet lekker. Nee. Je maakt het helemaal fijn. Zo. En roeren maar. En een beetje witte peper gaat erbij. Even kijken of het open. Ik doe maar een beetje. Want als ik een beetje veel zet, dan proeven mijn zusjes het. Dat is genoeg. Zo. Een beetje tomatenpuree. Niet al te veel, een kleine lepel. Zoveel zie je niet, maar is het genoeg? Zo toch? Zo. Of een beetje meer? Doe maar een beetje meer. Een beetje meer, hè? Nee, het maakt het juist lekkerder. Ja. Knoflookpoeder. Mama, help me een beetje achter de schermen, een beetje knoflookpoeder. Zo, volgens mij. Huppatee, tjaka de lulu, lieve mensen. Loekoe. Kadel in de koekeroe, chunky. En vandaag, deze video is de 40ste video van ons. Ja. We hebben in een korte tijd tientallen video's gemaakt. Ik had het echt niet verwacht, mama. Ja. 40, hè, is veel. 40 video's. Ja. We hebben gewoon doorgezet. We hebben gewoon doorgezet. Ja. Ondanks de strijden
met alles. We hebben echt gestreden. Ondanks al het verdriet wat we hebben meegemaakt met papa. We hebben papa opeens verloren. Het is echt heel erg allemaal. Maar 40 video's zijn echt heel veel hoor. En nu gaan de paprikaatjes erbij. Dankjewel mama. Dus op naar de 100 mensen. Als jullie kijken, liken, abonneren, maken jullie ons blij. Mijn streven is om de 4K te halen. We zijn er bijna. Nog 200 te gaan. Ja, als de lieve nog 200 mensen, abonnees. Dus als de lieve mensen onze video's gaan kijken, liken en abonneren, maken jullie ons echt heel blij. Heel blij. En daarna wil ik de 5000 halen van de 5 komt de 10. Wil ik de 10K abonnees. En zo wil ik groot worden op YouTube. En als het loopt, wil je toch een feestje geven? Ja, en als het loopt, dan wil ik een YouTube feestje geven. In Suriname en in Nederland. In een grote zaal. Dan gaan we de dingen doen die papa wilde doen met jullie. Want papa zou dit jaar een feestje willen geven of volgend jaar. Dit jaar? Ja, we zouden dit jaar naar Su gaan. Dit jaar in Franseegen zou papa iedereen uitnodigen. Want papa is echt een grote, erg grote huis. En dan zouden we daar dus een feestje geven. Zou echt leuk worden, maar ja. Helaas is het er niet van gekomen. Heel erg allemaal. Maar wij willen toch doorstarten. Ja, maar wij gaan ons best doen. Ja. En nu laat je het goed doorbakken. Ik heb alles in het midden gedaan. Ja. En dan wacht je een paar minuten en dan is zijn de snijbonen klaar. Het ziet er heel goed uit. Met die paprika. Ja. Ik zal het even van bovenaf filmen. Ja, kijk eens lieve mensen, zo zien de kippenpoten eruit. Ze zijn mooi op kleur. Zien jullie dat? En hier zijn de snijbonen met de paprikaatjes. Het is echt heel mooi op kleur. Groen met geel. Ja. Ziet er echt mooi uit. Heel kleurrijk. En we moeten denk ik nog 20 minuten wachten. Voordat de kip klaar is, denk ik, hè mama? Gewoon rustig aan, lekker wachten. Laat het goed gaar worden. En dit is al over 3 minuutjes klaar. Want je hoeft het niet gaar te laten koken. Het kan ook een beetje hard zijn, dat is ook lekker. Voor de extra bite. Ik ga jullie even onze snacks laten zien. Niet schrik, we hebben echt heel veel chips gehaald. Kijk, Pringles. In de smaak naturel, dat is super lekker. We hebben daar 2 van. Deze video is niet gesponsord, hè mensen. We hebben het zelf betaald. En nog meer Pringles, paprika smaak. Laat ik het goed zien, ja. En we hebben 2 zakken Chio chips, Heartbreakers, super lekker. En we hebben Lay's, paprika en naturel. We hebben genoeg chips. Want Dia en Rano die houden van chips. En ik hou ook heel erg van chips, mama ook. En dit is onze lievelingschips. En wat zijn jullie lievelingschips? Ik ben benieuwd. Laat het achter in de reactie. En we hebben heel veel chocola. We hebben genoeg snacks. Snijbonen is klaar. Oh, de snijbonen zijn al klaar. Ik zal het even filmen. Wow, dat is snel. Snijbonen zijn klaar. Dit is het eindresultaat van de snijbonen. En zoals jullie het zien, het is echt heel snel gemaakt. We hebben niet eens 5 minuten moeten wachten. En de snijbonen zijn al klaar. En dan gaan we dit lekker opsmikkelen zo meteen. En mama, hoe zit het met de kip? Ja, dit duurt wel even. Ja, dit duurt nog wel even. Maar het ziet er super lekker uit. Ja, toch? Ja, heel lekker. Wat erg. Ik had na de hele tijd lippenstift op mijn tanden, mama. Had je dat niet gezien? Ik heb niet gezien. Ja, nou heb ik geen lippenstift meer op mijn tanden. Ik ben dat kei verscheurd. Oh. Bij de kip? Denk je dat we nog even moeten wachten? We moeten even nog wachten. Ja, hij moet goed gaar worden, hoor. Ja. En het zijn echt grote kippenpoten. Ja, klopt. Dus ik neem geen kans dat het nu gaar is. Dus laat het maar even wat langer doorkoken, lekker sudderen. Maar het ziet er echt super lekker uit, maar ik heb echt honger gekregen. Ja, mijn moeder kan koken als de beste. Ik ben echt blij met mijn moeder. Ze kan alles maken, zoetigheid tot aan doxa, allerlei soorten eten. We zijn er echt heel blij mee. Binnenkort kan ik het ook, hè, mams? Heb je vertrouwen in dat ik het kan? Ik soms niet, hoor. Het is best wel moeilijk koken. Ik denk dat je het kan. Maar ik kan nog steeds niet in mijn eentje koken. Wist je nog, maar ik had een keer gekookt. Ik had mijn masala laten verbranden. Ja, maar je wordt te snel zwaar. Ik raak snel in paniek. Paniek.
paniekpiet ben ik, hè. Ja, dus dat eigenlijk. Met rustig, ja. Gebeurt niks. Nee, er gebeurt niks. Gewoon op je tempo werken, rustig aan, gebeurt niks. Klopt. Nou, dan wachten we nog even. Dan film ik het eindresultaat zo meteen. Dan sluit ik de vlog af. Ja. En dan kunnen jullie de video straks mooi kijken, hè. Mm-hmm. En dan hebben jullie ook een idee voor de volgende keer wat jullie thuis kunnen maken. Want ik denk dat elk gezin niet weet wat ze moeten maken. Het is moeilijk, hè? Is elke dag simpel. Iets te verzinnen. Het is heel simpel. Ja. Kip in kasseriepel met snijbonen. Met paprika. Ja. Heel snel en makkelijk. Snel en makkelijk. Heel lekker. Ja. Hoeven niet hele moeilijke gerechten zijn. Nee. Gewoon makkelijk. Drumstick. Klopt. Kip. En wat mij is opgevallen, mijn volgers die houden niet van vegetarische eten, hè? Papa's volgers. Want we hebben 2 vegetarische gerechten gemaakt. 1 keer bhata ke chokha met aubergine en aardappelen. Of gewoon aubergine. En we hadden een keer curry gemaakt. Nou, die vlog... Dat kan, dat is een dat lust. Kan, ja. Op een, misschien een jaar 1 keer lust je vegetarisch. Klopt. Of zo. Maar de rest van die dagen... Papa zijn volgers zijn echt vleeseters. Ja. Lekker, nee. Ja, ik hou ook van vlees. Chattig matig eten. Lekker chattig matig. Rams. Ja. Hertenvlees. Pingo. Vlees, pingo. Pingo. Wat is pingo? Wilde zwijn. Ja. Wilde zwijn. Vlees. Ja. Hebben wij dat ooit gegeten, maar nee, nog nooit, toch? Ja, misschien ik ooit in Suriname of zo. Pingo. Ja. Op mijn haar zit echt niet goed. Oh. Papa had het gekocht en toen hadden wij een masala gemaakt. Gewoon tita maken. Ja, dan zou het wel lekker smaken, want als papa iets klaarmaakt zo. Ja. Je likt je vinger ook. It's finger licking good, you know. Ja. Mijn Engels is niet zo goed. My English is not good. No, my English is not good. Engels is moeilijk. But you try. Yes, I'm try to speak English, you know. Lach me niet uit, lieve mensen. I can speak English. A little bit 50-50, you know. Papa kon ook een beetje. Papa kon heel goed Engels praten. Van alles. Spaans, Surinaams, Nederlands, Hindoestaans. Ja. Van alles een beetje. Arabisch en zo. Papa kon van alles spreken. Maar ja, papa was ook van straat. Hè? Dus, papa kon alle talen. Ja. Papa was van alle markten thuis, lieve mensen. Dat zullen jullie ook gezien hebben. Papa was een charismatische man. Hij was de gangster zelf. Ja, als papa ergens binnenkomt, jongen, iedereen kijkt naar papa. Waar hij staat, iedereen daar begint de lijn. Iedereen bibbert. Klopt, we waren 2 jaar geleden op een feestje. Nou, wij kwamen binnen. We leken net een celebrity. Alle ogen op ons. Foto maken, alles. Ja. Toen waren wij niet eens begonnen met YouTube. Nee. Maar mijn vader was echt heel bekend. Misschien de mensen die mijn vader zullen kennen, die zullen weten wat voor man papa was. Ze noemde papa Don Dada. Moet je papa heeft het heel ver geschopt hoor, in zijn jonge jaren. Ja. Ja. Moet je trots op zijn. Papa was slim van zijn eigen ogen. Heel slim. Heel slim, hij kon dingen gewoon zo oplossen. Heel slim, ja. Met zijn eigen manier, met zijn eigen dingen. Papa was echt een hele slimme man. Je kon zeggen, stiekem een advocaatje. Ja, papa was heel slim als papa mailtjes ging schrijven. Ja. Echt moeilijke woorden moeilijke en zo. Woorden, moeilijke teksten, heel slim. Gewoon simpel. Ja. Wat niemand kon, kon hij gewoon zijn dingen draaien en laten schrijven. Echt. Ja, papa was een hele slimme man. Ja. Heel slim. Ik vind het echt heel erg dat een papa er niet meer is. Een korte tijd ook zo beroemd. Ja, papa is binnen 4 maanden heel bekend geworden. Papa was eerst begonnen op TikTok. Zo ging hij viral. De eerste video werd 80.000 keer bekeken. Toen had papa het over de schoondochters. Je weet het, hè? De schoondochters trekken altijd de kaart. En toen is papa viral gegaan. Dukaha Selele Hexinia. Jullie kennen toch dat liedje? Dukaha Selele Patohia. Maar papa ging zingen Dukaha Selele Hexinia. Ja. Want toen ik en papa met die woordje helemaal viral. Helemaal viral. 80.000 keer bekeken, moet je nagaan. En zo werden papa's video's 150.000 keer bekeken, 250.000 keer bekeken. Dus papa echt viral gegaan. En in het begin ging papa dus teksten schrijven op YouTube over Mark Rutte, over de president en zo. Papa was echt heel slim met mooie zinnen maken. Klopt. Die Amerikaanse president. Ja. Papa hield zich heel erg bezig met het politiek.
En later zei ik tegen papa van maak gewoon langere video's. Ja. En heeft papa dat gedaan bedoel ik. En is papa in zo'n korte tijd heel bekend geworden. Ja. Ja. En papa heeft ook heel veel herinneringen achtergelaten voor ons allemaal. Je kan nog steeds papa's zijn video's zien. Ik ga de YouTube kanaal ook nooit privé zetten. Nee. Want ik wil gewoon hebben dat papa zijn naam hoog blijft en dat het blijft bestaan. En daarom hebben wij zijn YouTube kanaal overgenomen. Zo, ik kom niet meer uit mijn woorden. Was hij maar niet tussen ons hier? Ja, was papa er maar meepraten. Dan kon papa ook meepraten. Ja. Dan stonden we met z'n drieën in de keuken. Ja, gezellig doen. Ja. Echt erg. Maar ja. Papa ging zijn voeten op de aanrecht. Papa was lenig, hè? Lenig, gewoon daar. Papa deed zijn voeten op het aanrecht gewoon. Papa was echt heel lenig. Heel erg. We missen papa nog steeds. En het gemis, wow. Het blijft. Sorry mensen, neem me niet kwalijk. Ik praat over papa. Het is heel zwaar, sorry. Ik maak een beetje fouten. Wij laten niet zien, maar we laten niet zien, maar we doen... Wij weten hoe het voelt. Ja. Als je het dierbare verliest, is echt heel pijnlijk. Diegene kan praten. Die heeft wij kunnen praten. Man verlies, ja, vader. Mensen zeggen wel van, ik leef met jullie mee. Maar je weet echt niet hoe het voelt. Je het is moet echt eerst heel erg. In de schoenen proberen te staan daar. Ja, het is waar echt heel wij erg. Nu zitten. In onze situatie. Ja. 65 jaar is echt te jong, hè. Papa zijn ouders, mijn Aji en Aja, zijn ook op een hele jonge leeftijd overleden. Papa zijn broers ook. Papa zijn broers ook, mijn Kaka en mijn Dada, zijn allemaal onder de 60 overleden of net 60 gepasseerd. Ja. 62 jaar. Koes Kaka is op 61-jarige leeftijd overleden. Hij zou volgende maand 16 juli 62 worden. Ja, mm-hmm. Ja, heel erg. Mijn Kaka en mijn... Kaka's en Dada zijn echt heel jong overleden. En ook in de maand december. December is echt een rot maand voor ons. Echt een kuletje maand. Want wanneer december nadert, begint iedereen te bibberen. Want drie broers zijn in de maand december overleden. Mijn Dada, mijn Kaka en mijn vader. Heel erg allemaal. Voor familie Hulas is de decembermaand heel zwaar. Heel zwaar. Mofoyari, hè. Dus papa was ook altijd bang voor de maand december. Dan en kijk, dan is papa tellen. Ook zelf gegaan. Nee, maar papa telde elk jaar. En wachten op de kerstdagen. En ging wachten op kerstdagen, oud en nieuw. Papa wilde graag hebben van dat we over die brug gaan. Dat het snel nieuwjaar is. Dat het 1 is. Klopt, dat het 1 januari is. Maar voor papa duurde het te lang, hè? Als het duurde nog te lang, kerst is of Sinterklaas. Kijk, papa telde elk jaar af. Ja. Ieder jaar ging papa aftellen. Maar ja, papa heeft 2022 niet kunnen meemaken. Nee, dat is echt heel heftig. Ja, kon, 25 december overleden. Niemand had het gedacht ook, hè? En papa is ook dansend gegaan, hè? Ja. Papa heeft ook nog, voordat hij overleden was, heeft papa een TikTok dansje gepost. Ja. Tjoei moei. Van Ram Deu Chaitu en dat was zijn allerlaatste dans. Ja, heb ik gepost en daar is papa na 2 uurtjes overleden. Het is heel snel gegaan in een korte tijd. Echt heel heftig. Kijk eens lieve mensen, onze kippenpoten zijn al klaar. Zo zien ze eruit. Heel mooi op kleur en het ruikt super lekker. Hierbij sluit ik de vlog af. En dan ga ik de video nou afsluiten. Dit is het eindresultaat. Hierbij sluiten wij de vlog af. Hopelijk vonden jullie onze video leuk en hebben jullie er wat van geleerd. Heel veel geluk, liefde en gezondheid. Heel veel doekoe, heel veel paisa, heel veel dinero, heel veel money. Lobby, lobby, lobby. Rampjaren de deskundig in de town. Chaka de lulu, like en abonneer. Doei!